Mijn naam is René Tepas. In de Eredivisie voor vrouwen speelde Excelsior Barendrecht tegen ADO Den Haag met de eindstand 1-3. 3-1 dus in het voordeel van ADO Den Haag. En hier staat naast mij Nadine de Brij. Ja, hallo. Hoe was de wedstrijd? Hoe vond je het gaan? Nou, het begin ging wel gelijk op. Ze hadden wel iets meer balbezit. Maar ik denk dat we het eerste half uur goed deden. Toen kregen we 2 snelle goals tegen. Toen hebben we het in de tweede helft weer goed opgepakt. Toen kwamen we zelfs terug tot 2-1. En toen helaas toch net 3-1 verloren. Maar ik denk wel dat we goed hebben gespeeld met z'n allen. Ik denk dat het wedstrijdbeeld is dat jullie konden goed meekomen met ADO. Het was niet echt de mindere ploeg van de twee. Nee, klopt. Dat vond ik ook zeker. Ze hadden wel iets meer de bal. Maar ik denk wel dat we goed positioneel stonden allemaal. Zeker tweede helft dacht ik, yes, nou komt die 2-2 eraan. Ja, daar waren we wel naar op zoek, ja, maar dat is helaas net niet gelukt. Je speelt middenveld, was het echt heel lastig? In het begin had ik het idee dat jullie met z'n tweeën echt alleen speelden, maar het schoof toch wel weer een beetje aan? Of? Ja, hun middenveld, dat bewoog heel veel, dus dat was wel lastig, moesten we wel goed op elkaar afstemmen. Maar ik denk, naarmate de wedstrijd verder ging, dat we het wel steeds beter door hadden. Ja. En bevalt het een beetje bij Excelsior Barendrecht? Ja, het is een hartstikke leuk team en... We maken steeds stappen en ik denk dat we punten snel gaan komen. Ja, zeker gezien het spel. Het is echt ongelooflijk dat de nulpunt. Ik ga er niet eens mee over beginnen, maar... Ja, nee, dat is wel een beetje jammer, ja. Maar we gaan wel steeds beter voetballen en weten elkaar steeds beter te vinden. Dus ik denk dat we wel goed kan dromen na de winterstop. Volgens mij ben je niet van origine Rotterdammer. Nee, klopt. Ik kom uit de provincie Utrecht, IJsselstein. Maar ik ben hier naartoe gekomen voor het voetballen, ja. En wat doe je naast voetbal nog studeren? Ja, ik studeer in Amsterdam. Bewegingswetenschappen aan de universiteit. Dus ik ben veel onderweg ook, ja. Letterlijk en figuurlijk? Ja, ja. Dat verdient eigenlijk mijn respect, want het is niet niks om dat allemaal te combineren, nee, lijkt mij. Klopt. We hebben soms wel een beetje tijd tekort, omdat dus veel onderweg ook. Dus ja, maar het gaat nog wel prima. Tot nu toe. En wordt het voor jezelf een carrière in het profvoetbal of denk je toch met je studie? Bewegingswetenschappen met beweging van mensen en zo en wiskunde en alles. Maar, wil je daar ook iets meer mee gaan doen later of denk je van, ik zie het wel? Ja, dat weet ik nog niet zo goed. Maar ik vind tot nu toe, vind ik het voetballen, wil ik wel proberen zo ver mogelijk mee te komen. En dan studie altijd nog handig om daarnaast te hebben. Wil je altijd al voetballen? Ja, ik wil altijd al voetballen. Ja, ik heb wel een maandje op turnen gezeten, maar dat vond ik toch niks. En toen ben ik toch maar op voetbal gegaan. Ja. En hoe lang voetbal je al vanaf kleins af aan? Sinds mijn 7e geloof ik, dus al 11 jaar. Ja, dat is al lang. Heb je een bepaalde voorbeeld in qua voetbalster? Of? Nou, ik kijk wel altijd. Nou, toen ik jong was, keek ik wel altijd naar Messi natuurlijk. Dat is wel een leuke voetballer. En verder niet echt een voorbeeld of zo, maar ik vind het wel leuk om gewoon voetbal te kijken. En in het elftal tot slot heb je op verschillende posities gespeeld. Is dit nou je vaste positie? Of? Nou, ik heb wel altijd ook bij de jongens altijd op het middenveld gespeeld. En hier heb ik inderdaad ook alle posities voorin al gehad. Maar ik denk dat ik op het middenveld toch wel het beste tot mijn recht kom. Ja. Ja. En kan je een beetje tevreden terugkijken op het jaar? Of denk je van, het kan toch iets beter? Of heb je al iets leuks voor het volgend jaar gedachten? Nou, op het jaar qua voetbal. Qua voetbal denk ik wel. We hadden wel ook een paar punten wel kunnen pakken. Want sommige wedstrijden is dan net niet. Maar ik denk wel dat. In het algemeen denk ik wel dat we goed bezig zijn geweest. En daar heb ik wel vertrouwen in volgend jaar. Dan ga je helemaal een dansje doen als je dan eindelijk die punten hebt. Ja, wie weet. Hey, hartstikke bedankt. Ja, graag gedaan. Oké. Okay.